Ik vond die foto het mooist. Het zonnetje lacht, de lucht is blauw. We gaan naar de creative modus. Tot de intro en dan zien we je gauw. Oké, people, let's go to work. Ja hoor, en Jill moet het weer verzieken door het weer dag te maken. Leuk dat je die zonnesdans weer doet. Ja, sorry. Ik hou gewoon van dansen. Op Mario's schouder. Ik hou gewoon van dansen. Op Mario's schouder. Ja, maar is het ik wel dat het een zonnedans van, was? Van wie? Gewoon wie? Rickert. En nee. Rickert heeft een Mario-tintje aan dit plot gemaakt. Met een bloemetje uit een... Oh, wat leuk met die details, ook met die schaduwen. Het ziet er echt wel leuk uit, hoor. Mm-hmm. Mario, en we zien het eentje, het Ducky. En overal heel duidelijk zichtbaar in de map, omdat je hem ziet vliegen. En ik denk dat we het best wel goed hebben gedaan met die kleine plots. Zo hou je het compact en ja, creative, hè? Creatief. De volgende plot is van, die nog niet af is, maar ik wil even kijken wie het is. Cookie. Cookie 201. Cookie. Cookie. En hij heeft hier iets gemaakt en Erik keek al. Niet in het poortje voor medewerker, AUBB. Het goedkoopste ever. Voor VIP++ speciaal alles. Let op, geldt alleen voor VIP++'ers. Koffie, sprankel, leuk. Oh, zal er iemand zijn, denk je? Oh, dag meneer. Ja. Sorry, alles is op. Oh, jammer. Dit ja, maar dat komt omdat al die VIP++'ers alles op hebben gezopen. Ja, dat is alles het. Mee. Ja, hebben we alles mee gedaan. Nou, dan hebben we de kortste achtbaan die er is. Yes! Daar komt hij. Oh, spannend hoor. Yeah. Ja, ik geef 10. 10. Sowieso. Robin ook op de glijbaan, Robby? Kom maar. Het geeft natuurlijk weer een 3. Klaar. Okay. Nee, dus een 3. Koffie, geld, eten. Zo, al het eten is ook beschikbaar, jongens. Wat is dit voor gaafs? WC aan de hendel is doortrekken. Oh. Ah. Oh, is dat... Waar is de wc dan? Ah. Oh. Dit daar is de wc niet. Oh, Roy was er naartoe. Dit toch? Oh, niet hier. Wat is dit dan voor iets? Het is soms heel apart wat mensen maken. Echt, hè? Soms ongelooflijk onvoorstelbaar wat het moet voorstellen. Maar het is wel grappig. En hier, nog zoiets. Wat wordt dit? Een mandje? Een paasmandje misschien? Door Tim Lolvuur. En Tim Lol... Ik denk dat dit wel een beginnend paasmandje wordt misschien. Oh. Een pixel art gewoon. Van... Dat zou ook nog kunnen. Maar wat voor pixel art? Moet ik te omschrijven? Nee, een Pokémon. Een heel leuk plot. Oké, de volgende is van een huisje. En dat is goed. Tijgertje Ina. En Tijgertje Ina heeft een huisje gemaakt. Het grootste huis die ik maar kan bedenken. Wow. Verboden om te zwemmen. Ik ben streng, hè? Dit hebben wij niet gezien. Oh. En hier de brievenbus. Mijn Mattie. XOXO. Kijk uit, het hekje is nieuw. Neem gerust een kijkje. Er hangen meer signs dan gebouwen. Het nieuwe mini-huisje van Gino. Van Genie. Nee! Oh, sorry. Wat deed je? Moest dat nacht worden? Kijk eens. Oh! Oh, kijk dan! Oh, dat is zo schattig. Doe nog eens. Oh. Iemand had het weer dag gemaakt. Nee, niet meer dag maken, jongens. Kijk. Oh. Geef iemand anders zusjes. Ja? Hoe zie ik eruit? Hoe lig ik erbij? Roy, doe eens, Roy, doe eens. Cute. Erik ook nog? Jo, dan wil ik het ook eens proberen. Yep. Oh. Kijk eens een beetje naar beneden. Kijk eens nog even een beetje anders. Met je hoofd. Of, oh, dat kan niet, hè? Ja, dat kan niet, hè? Oh, nee. Jij ligt er zo cute bij. Leuk, hoor. Dat is echt cute staan deze. Tijgertje Gina. Nou, Tijgertje Gina, goed werk. Leuk, hoor. Wat is dit? Een diamantblok die diamanten uitspuit. Villerstmas. Een jumpmap. Een jumpmap, denk ik. Oh, ja. Oh, tuurlijk. Oké. Okay. Gehaald. Gelijk gehaald. Nee, ik moet even halen. Dat is voor eerlijk. De jongen heeft ook zijn best gedaan. Ja, precies. Welk kanaal heeft het meest abonnees? Abonnees. DHD of DDG? Nou. Was het maar zo.
Oh! Kijk, Erik, kijk. Oh. Oh. Nice. Oh jee, Roby, wat ben je voor iets stinkends van plan? Nou, even kijken. Wacht. Wat stond er nou? Welk kanaal is het stomst? Ja. Zet dat er nog eens neer, Vincent. Ja, wacht, ik heb naar deze. Voor deze gaan. Wacht even, wacht even. Even, laat me de X pakken, even kopiëren. Dan kan je het weer. Ja, ik snap hem wel. Oké, stel je voor, het staat daar. Yes, gehaald! Nice! Nou jongens, zullen we verder gaan? Het volgende plot. Ik vond hem wel droog. Het volgende plot is van, dan gaan we even naar de boek toe. En die is van Facebooking. ING. Facebook ING. Dit plot nu alvast in de brand steken. Wat dan? Flappy Bird! Oh nee! Ja! Oh. Nee joh! Flappy Trauma. Bird! Oh god! Nee! Ga hierop staan, kijk naar het water. Welk water? Ja. Ja. Ook duidelijk. Inderdaad. Gebeurt veel? Ja, gebeurt enorm veel. Oh. Ja! Oh! Kijk! Ja, dat is omdat ik de vuurwerk in heb gegooid. Oh! Oh, hij was gewoon leeg vandaar. Hij was leeg. Ja, hij was leeg. Oh, wat zit er normaal in? Niks. Oké, okay, tof. Even kijken, wat zit hierin? Is het een jump map parcours? Of gebeurt hier ook nog wat? Even kijken. Oh. Ook niks? En allemaal bedden? Ja, blijkbaar wel. Wat hebben die bedden ermee te maken dan? Die staat ook niet apart. Er staan hier een soort van... Ja, wat is dit dan? Oh, er staat hier een draad. Het begin, het einde. Gebeurt niks. Het begin allemaal met een spons. Oh, wauw. Toen kwam Rovi. En ze werden beste vrienden, Rovi. Maar Vincent dacht, ik heb geen computer, dus koopte hij een om Minecraft op te spelen. Hij begon te bouwen en maakte een blok. Maar hij was net naar Disneyland geweest en maakte een kasteel op Minecraft. Eten van Disneyland. Hij maakte allemaal attracties in het park. Kleine Disney Workshow. Yeah! Fantastisch. De... Stomme. Snel weer weg. Dit is wel de engste vuurwerkshow die ik ooit gezien heb. Echt, hè? Gelijk stil. Kan je trouwens een... kijk, hoe noem je zo'n ding? Zo'n carpet? Kan je dat trouwens ook gewoon zo doen dan? Zo doen? Oh, nee. Ja, en dan moet je het nog zeg maar zo inbouwen. Oh, jij gaat... Oh, hij gaat weer slapen, hoor. It's the funeral. Dat is wel een blokje uit. Het was een waardig. Oh, het wordt in de nacht zo. Oh, dat is een baby. Oh. Oh, de bloemetjes. Oh, rust in vrede. Oh. Oké, jongens, we gaan weer kijken naar de volgende. En een hoop glowstone gebruikt ook heel apart. Zo, om het helemaal af te weren. Want het lijkt me juist wel heel vet om dat juist openbaar te zien. Oké, de volgende plot. Die is namelijk daar zo te vinden met een SpongeBob in de verte. En dat doet me denken aan iemand die zijn skin ook zo heeft. Maar ook deze... Kijk, die vulkaan! Ja. En die is nog in aanbouw, maar die is gemaakt door Dizzy. En die kennen we natuurlijk wel. En Dizzy maakt gewoon een setting met een... Wat is dit? Ook weer een mapkaart. Oh, gaaf. Nou, dan gaan we hier naar de volgende even snel, jongens. En deze is van... Even kijken, volgens mij moet ik het wel weten. Kaviakop, tuurlijk. Die heeft die SpongeBob skin. Nee. Een hele smalle, een hele hoge... Grote sokkenlaarzen. En zijn sokken groot als hoofd. Nee, dit,
Dit is zo'n vis. Zo'n vis van de kwallenclub, deze gast. Och nee. Oh ja. Ja. Oh gekke... ja, 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 ja. Die gekke visjes. Hmm. Oh ja. Oké, dit is een thematisatie dus. En we hebben een brugje. Dat gaat over een fontein, over een riviertje. En dan gaan we gelijk naar het volgende plot. Het zag er trouwens heel vet uit. Ik denk dat het nog afgebouwd wordt. En hier zien we gelijk Roby met Donald. Andere hoofd. Het Duckhuis. Het huisje van Ducks, de Bay in Dutch. En ook weer Roby's hoofd. Zo, alleen maar Irma weer. Ja, maar natuurlijk. Irma's hoofd wordt uitgedeeld. Hij is denk ik een beetje geobsedeerd. Ja. Dus, dat is Irma's en die allemaal eendenhoofden. Dan mag ik dan slapen. Wauw. Nou ja, het ziet er leuk uit. Het is nog niet af. Dus ik mag eigenlijk nog niet zeggen van hoe het eruit ziet. En deze was van... Dan gaan we gelijk naar de overkant. Deze was van de VIP die we noemen de Bayans. Ja, dat heeft hij ook. En hier staat Rijnt. En Rijnt kennen we ook wel. En Rijnt heeft dit gemaakt. Bij pijl normaal kan je groot en klein. Bij krieperpijl kan je maar een maat. En bij alle pijlen, behalve krieper en ster, kan je groot en klein. Maar bij alle pijlen kan wisselkleur. Tip, bij wisselkleur moet altijd weer kleuren. Ah. Oké. Okay. Het is maar dat je het weet. Met een diamond stairs. En ik zie drie hoofden natuurlijk weer van Irma. Oh. Volgens mij natuurlijk. Heeft Irma de hoofden aan iedereen gegeven, heb ik het gevoel. Nee, dat is toch een griepenhoofd in Texture Pack? Dat is het. Ik dacht al. En hier zien we... Hallo Erik! Hey, wat hallo. Is dit? Ga je ons een show geven? Nou, ik zie twee levers, dus ik ga eens kijken wat dat gaat doen. Ho, een lichtje? Ja. Oeh. Dat gaat uit, hop. Oh. Wat gaat dit doen? Ja, oké. Okay. Nou, dat moet nog even aan gewerkt worden. Voor mij is het leeg. Dat is leeg. Volgens mij, ja, dat is leeg. Nah. Nou, tof. Het volgende plot is misschien wel iets anders. Is namelijk van Floor. En Floor B200 die heeft dit gemaakt. Een bedrock, dat zien we ook niet vaak. Bedrock. Wel creepy hoor, dit. Nee. Got you! Zip, zip, zip. Je moet gewoon niezen, dan ga je er doorheen. Ja. Oh, inderdaad. Ja. Ha, jammer. Roby, kom je ook? Roby, kom maar. Waar? Roby, hier zo. Ja, kom maar. En hier aan de overkant hebben wij nog een plot. Het is flauw. En een plot. Auw. Wat is mijn oh. Het is zo grappig. Als er iemand aanloopt en je dan altijd weer iemand blokkeert. Oh. Vindt hij mooi hoor. Het is zo hoog. Jongens, kom je weer naar buiten. Oké, het volgende plot is... Waarom zie ik hier geen signs meer van de namen? Heb je dat gezien? Ik zie geen signs meer van die namen. Ik weet niet wie dat plot heb gemaakt. Raar, hè? Oh. Heeft hij misschien weggehaald of zo? Of heeft hij niet gewoon meerdere plots gemaakt? Dat hij gewoon naast elkaar dat weer plots kunnen. Of zo. Nou ja, dan is dit van iemand die we niet kennen. Zet je deze naam er gewoon van, in. Deze is van Kiki. Kiki? Wie? Kiki? Deze? Oh, dit? Kiki. Ja, dit is van leuk. Kiki. Leuk. Oh. Een leuke restaurantinrichting. Ik zal er ook een leuke sign bij zetten. Ik ga er wel voor staan, dan zien ze het niet. Ja, is goed. Ja, maar dan zien ze wel wat typ. Ze hebben nu al gezien wat ik heb getypt, shit. Ik ga er anders even voor staan, Gio. Ja, maar misschien moet je er even voor gaan staan. Oké, dit is een attractie en die is gemaakt door de volgende persoon, waar ook weer die design niet voor staat. Misschien kan Gio even kijken. Dan gaan we even kijken hoe deze attractie gaat. Ik pak vast een kaart. Deze is van... Kiki. Oh, nee. Kiki. Zie je, die hebben gewoon meerdere plots naast elkaar gebouwd. En dan... Tof, dan komt die naam er niet bij. Misschien moeten we daar eens naar kijken of we dat in de config kunnen instellen. Even checken. Oh. We gaan samen. Nee! Oh, in de... Oh, shit. Dood te grappig gaan. Met Roy de minecart, hè? Oh, met Roy, ja. Steal it. Godverdomme.
Oh nee, Roy, je gaat weer terug. Ja, oh. Nou, hey, de plot is even verpast voor jou. En dit is een Roy nieuwe... sloopt het weer. Roy sloopt het weer. Dit is een nieuwe weer. Ik zie trouwens de galg die is nagebouwd bij ons in de span. Die staat hier nu ook. In de kleinere versie. Oh ja. En van wie is dit plot ook van Kiki toevallig hier? Deze is van Wampietje, ja. Van Wampietje, van Lieke. En Lieke heeft hier ook wat gemaakt van Wampietje. En dit ziet er ook leuk uit. Doet me denken aan... Oh, it's... Een beetje Wonderworld-achtig. Ik ga Roy aan. Dit is wel grappig, dit. Roy? Nee. Oh, wat ben ik nou? Ik ben er tegen zo. Oh jee, ik ga weer terug. Nee. Oh, dit even van die deurtjes zitten. Leuk hoor, dit is meneer. Pinky! Oh nee, nou van! Oh, nu val ik de baan. Nou. Oké, sorry. Ik deed niks. Roby, wat doe je nou? Nee. Nou, Roby. Zit hij er weer? Oh. Ah. Ga hem troosten, Roby. Yo. Is het? Ja, hallo. We zijn even in opnames. Is dat goed? Ja hoor. Heel kort. We zijn zo klaar, want we gaan namelijk nog twee plots van Kiki. En hier staat er wel bij. Kiki heeft weer een paddenstoelterrein gemaakt en een piramide. En we gaan in de piramide kijken. Leuk. Nou, ja, dat was nog niet ingericht. Nee. Ja, ik vind het wel leuk gedaan. Leuk gedaan, Kiki. Hebben jullie leuk je plots bij elkaar gedaan. Het ziet wel vrolijk uit met alle kleurtjes en bloemetjes en flowers. Dan ga ik even met speed 7 door de map heen vliegen of we nog een plotje hebben die we nog hebben gemist. Ik zie trouwens ook Demi hier staan. Oh ja? Oh fuck. Demi in het plot. Oh ja hoor. En dat betekent dat we verder gaan kijken. Want ik heb het gevoel dat wij nog een plot hebben gemist. En dat is... Denk ik wel zo het geval als ik het denk. Want we zijn nog niet geweest in het plot waar ik nu ben. En die is van, even om de zijkant kijken. Die is van iemand, ze genoemd Noel. Rika. Die heeft natuurlijk iets met paardenstal gemaakt. We gaan eens binnenkijken. Rika is gek van paarden vandaar. Kijk, nou dit is duidelijk een stal. Hier zijn hebben ze ook een naam. Je hebt geen naam, kom beest. En, Lekker een map verkopen. En dan ga je luisteren. Als ik zeg... Hande. Beetje zo doen, hè. Als Rika dit ziet, oh, die wordt boos, joh. Gewoon, niet meer, dat hebben we niet gedaan. Je bent vrij. Je bent vrij, jongen. Niet? Wijs je me af? Dan niet. Ja, nee, nu een beetje moeien. Oké, okay, sorry. Moeien. Vinky 456, terwijl ik een sms heb gekregen van iemand. Die heeft hier een... Vinky is een hele trouwe lange VIP al. Vanaf eigenlijk bijna het begin van Disneycraft. En hij heeft hier een plot gemaakt met een beetje... Gewoon een makkelijk grastapijt hier. Oh, altijd makkelijk. Ja, en een kippetje binnenin. En hier heeft hij een klein terrasje gemaakt. Een klein zwembadje. En twee anvils als tafeltjes. En het wordt weer nacht, dus ik maak het snel. Heel gaaf gedaan ook. Dan hebben we hier nog een plot met een zwevend gebouw. Ook nog niet af, maar deze is toevallig. We gaan even tempo maken, want dit was de laatste aflevering van de plots die we kijken. Door Demietje. Demi heeft gewoon even een tentje neergezet. Oh, leuk met die... Oké. Dat is nice gedaan. Oh, wauw. Dat is wel een nieuwe manier. Hoe is die vastgezet dan? Mag ik eens even kijken? Het was geen beest onder de grond of zo.
Ja, zie je, er zit een kip ja, onder de grond. Ja, oh, kip onder de grond. Oh! Oh, nu heb ik die kip laten ontsnappen. Wat apart, hè? Ze heeft twee kippen onder de grond gezet. Vincent, straks stond met die hele tent in elkaar. Oh, ja, sorry. Jee. Nou, die kip die komt nog wel goed. Maar apart gedaan, hè? Kom. Vet. Dan ga ik verder kijken, want volgens mij hebben wij de meeste plots staan. En dan gaan we, als we er een missen, doen we dat in volgende video's. Ik bedank sowieso Gio, Roy en Erik voor het meespelen in de video. En dan gaan wij er een eind aan breien. Ook al ja, heb ik liefst dat ik een andere sport heb geoefend. Heel flauw. De laatste die we doen is, ik zie nog eentje, Gamer for Life. Die heeft namelijk een attractie gemaakt, die hebben wij nog niet gedaan. Even om af te sluiten. En we gaan even naar de ingang kijken. Want ik vind het altijd. Er moet altijd wel een ingangetje zijn. En die zie je zo. Kijk. En dan vinden we ook gebouwd door Gamer for Life. De Disneybaan. In aanbouw, maar altijd op. Open voor opnames. Oké, nou dat is mooi. Ik ga erin. En welke kant op? Dat weet ik niet. Maar er staat een bordje daar op de sign. Kijk rustig rond. Want de achtbaan gaat snel. Volgens mij gaat hij snel. Oh. Oké, daar gaan we. Disneyboom. Ik zag het heel snel staan. Dan gaan we door de woestijn. Disneywoestijn. De bergen. Ja, daar gingen we doorheen. Dan gaan we door een achtbaanritje. En een foto. Jeez! Flitsfoto. En dan gaan we er onderdoor nog. Gaaf. En daar stond ook nog wat op. Oh, dat wil ik even zien. En daar ook nog wat. Oh, even snel kijken. Wat stond daar? Het Disneycraft stad. In een kleinbouw, inderdaad. Dus in een gebouwtje. En hier hebben we de... Disneycraft buitenwijk. Criminaliteit. Nou, dat is fantastisch neergezet. Ja, ik denk dat we nu al over het algemeen bijna alles hebben gedaan. Ik zou zeggen... Ja, dat was het wel. Hier nog een huisje trouwens. Ik zie nog iets. Een huisje in aanbouw. Ik ben helemaal vergeten van... Coole Kian. En Coole Kian, dat is de laatste die we doen. Het ziet er ontzettend leuk uit. Vooral dat patroon en vooral natuurlijk de brik die je afwerkt met wit. Dat is ontzettend gaaf. Ja, tof mensen jullie bouwen. Zo enthousiast, zo leuk om te zien dat die plots zo leuk worden gebruikt. Ontzettend gaaf. En willen jullie meer, ga dan meer bouwen als VIP zijnde. En dan zeker weten abonneren, want dat hebben jullie waarschijnlijk al gedaan. En tot de volgende video op dit kanaal. Bedankt jongens. Doei doei. 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 Oh, je zwaait ook echt met een blokje in mijn gezicht. Ja. Doei. Doei. 3 het mocht wel. Oh. Hoef je niet boos te zijn. Oké. Fijn. Doei.